Vanuit het hart van Westerwolde, dit is GNA Media Nieuws. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij onze pubquiz 2023. Het is een volle bak, mag ik wel zeggen. Hebben we er een beetje zin in vanavond, dames en heren? Ja, hè? Nou, er is weer een heleboel werk in gestoken, zeg maar. En dat heeft onze Gert gedaan samen met Gina. Ik heb hem even geoefend net, want ik moest natuurlijk wel even weten welke vragen dat er voorbij kwamen. Nou, mok je de borst maar nat, zeg maar. Gert, die gaat even het allemaal uitleggen. Ja, dankjewel Tedo. Goedenavond allemaal bij de pubquiz hier bij Rendering. Wij spelen dit jaar met Kahoot. Dus we gaan niet met Google Forms werken of andere dingen. We spelen dit jaar met Kahoot. Daarvoor mag u per team één telefoon gebruiken. www.kahoot.it. En er staat er ook zo'n pinnetje bij. Kijk, er komen al een aantal mensen in het systeem. En Gert gaat het straks ook even uitleggen. Het is ook de bedoeling dat jullie niet meer uit gaan loggen. Het hele spelletje blijven jullie gewoon ingelogd. Ja, dat zien we onderin het beeld ook. Rechts onderin, 34 teams hebben zich nu aangemeld. Vlag Vegas is het eigenlijk. Vlag Vegas. Las Vegas. Het gaat daar natuurlijk ook een beetje om. En over. Zijn er vanavond meer keuzevragen? Ja en nee, goed en fout. Komt allemaal voorbij in de pubquiz 2023, hier in Vlagtvedde tijdens de Week de Beste, de 29e editie alweer. En dan gaan wij starten met een test. Ja, een testje. Even kijken of alles goed werkt, goed functioneert. Nou, dit ziet er al goed uit. Ja. Geloof ik. We gaan naar de testvragen, zodat we het allemaal snappen. Bij deze testvragen die vul je in, hier kunnen geen punten mee verdiend worden, dus het maakt niet uit wat je doet. Ze zijn gewoon even voor de test dat iedereen snapt hoe het werkt. De vraag is, waar zijn we nu? En dit is een meerkeuzevraag. We hebben Winschoten, Las Vegas, Parijs of Vlagtvedde. Kies er één. Ja, dat is wel een pittige. Ja, dit is lastig, hè? Wow. En let op die timer. Je hebt 20 of 30 seconden, ligt aan de vraag. En als je niet invult, dan zie je dit. Dan gaan we naar de volgende. Wie ontwierp het beroemde Welcome to Fabulous Las Vegas bord? Start daar goed op. Ik lees het een beetje verkeerd, maar lees het maar goed. Is dat Betty Willis, Winston Churchill, Mark Posse of Lionel Hulbert? Ja, ik moest de namen zien, Mark, sorry. En ik denk, Posse. Het goede antwoord is Betty Willis. Betty Willis was het goede antwoord, dames en heren. Dan gaan we naar de volgende. Welk hotel is dit? Mooi, Las Vegas. Spreek ik dat goed uit? Ja, hè? Ja. Nog 3 seconden. Welk hotel is dit? Luxury. Krijgen we nog een pauze of gaan we direct door? Volgens mij hebben we de zanger van dit nummer. Ik sta waar naar mijn glas. En zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Computer heeft er nog niet zoveel zin in. De computer die houdt er mee op. Ik hoor er wel telefoons erbij het werkt. Ja, daar komt hij. Wat is de titel van dit nummer? Wat is de titel van dit nummer? Nou, niemand heeft deze vraag, maar oh, ik heb connection issues, alles gooit eruit. Verbindingen zijn weg. Ah, dat meen je niet. Dit gaan we te hecht niet krijgen,
Nee. Hij heeft de verbinding eruit gegooid. Doch, ik heb hier wel een scorebord voor mij. Ja. Oh, is dat niet even een opluchting, dames en heren? Oh, de punten die zijn wel gebleven. Op de derde plaats is vanavond geëindigd de Onstwedderweg. Ja. Dan gaan we naar de tweede en eerste plaats. De tweede plaats voor vanavond is het team Bowlers. Nou, kijk eens even aan. Even een bos bloemen wat aangeboden. Kom er maar even een beetje bij staan. Even bij, dit is plaats 2, laten we dat zo zeggen. Kom maar deze kant even op, heren. De tweede plek voor de ballers, de volleyballers. En geef de volleyballers ook maar even een applaus, dames en heren. Tweede plek, hartstikke goed gedaan. Ja, en nou het moment suprême. Mijn Cahoen doet het nog. Even zien of we die ook bij jullie erin kunnen krijgen. Dus op de derde plaats vanavond hadden wij de Onstwedderweg. Op de tweede plaats hadden wij vanavond de Ballers. En als eerste is geëindigd vanavond Kate Pilzeken. Beschikbaar gesteld door de familie Reddering. Lekker man. Dus voor de Ballers, lekkere bitter garnituur straks nog aan de tafel. En de eerste prijs voor Kate Pilzeken. Nou, is dat niet lekker? Nogmaals een applaus voor de winnaars. Kate Pilzeken, de beste van 2023. Goed, we gaan vooral die winnaars gaan we even. Ja, vinden we toch even hoe je aan de Champions League. Mooi dat je er bent vanavond hier op het terras, Party Centrum Rendering. Ondergetekende koos, daarom weet ik ook van de JK Entertainment Music Show. Later en je bent ook met die man getrouwd. Je zegt nu tegen mij, ik ben zo ongelukkig, het was mijn fout. GNA Media voor al uw videoproducties.